dat je er weer bent voor een nieuw filmpje. Ik ben Simone van Stamped by Simone. En ja, dit is mijn YouTube kanaal. Welkom. Ik heb een projectje voor jullie. En eigenlijk ben ik daar veel te laat mee. Want dat is nog een van mijn kerstkaartjes. En ik had natuurlijk in mijn filmpjes van eind afgelopen jaar best wel wat kerstkaartjes gemaakt. En op een gegeven moment zat ik een beetje op Pinterest. En daar kwam ik een kaartje tegen. En daar heb ik wel wat inspiratie uit opgedaan. En ik vond het zo'n leuk kaartje. Dat ik hem jullie ook eigenlijk niet wilde onthouden. Maar goed, dit is dus nog een kerstkaartje. Kerst in januari. Maar ja, wat ik zei, ik vind hem zo leuk. Ik wil hem jullie niet onthouden. Dus dat ga ik nog doen. Het is, op een gegeven moment, ik had al mijn kerstkaartjes gemaakt. Ik moest er nog een stuk of 4. En toen kwam ik een set tegen die ik nog helemaal niet gebruikt had. En dat was deze set. The Words of Cheer. En daar zitten super gave stansen zitten daarbij. Daarom had ik hem ook eigenlijk besteld. Kijk, hier zitten die happy stansen bij in. En die wilde ik dus heel... Heb ik dat wel nou op camera laten zien? Ja, kijk. Happy stansen. Jullie zullen het zo meteen gaan zien. Maar die had ik nog helemaal niet gebruikt. En die wilde ik graag gebruiken. Dus ja, dat wil ik jullie toch nog even laten zien. Ik weet niet hoe leuk jullie het nog vinden. Er zijn natuurlijk mensen die het hele jaar door kerstkaarten maken. Die nu al beginnen met de voorraad van aankomende kerst. Dus volgens mij is het wat dat betreft helemaal geen probleem. Even zien. We gaan beginnen met een basic white kaartbasis. Van 21 x 14,5 centimeter. En dan is die gereeld op 10,5. Nou, dat heb ik natuurlijk allemaal alvast gedaan. Dus dan gaan we hem eventjes dubbel vouwen. En met het vouwbeen verstevigen. Zo, dat is de basis. Dan heb ik, even zien, ik heb van alles. Ik heb een mat van basic black van 14 x 10 centimeter. Dan heb ik een tweede mat van designpapier. Dit is het designpapier van de vorige set Brayshel. Vond ik super gaaf hierbij. Van 13,5 keer 9,5 centimeter. En dan heb ik een frame. Dat is deze, ook weer van Basic Black. Hij is ongeveer 11 keer 7,6. Het is uitgestanst met de rectangle, die rechthoekstansen. En dan is het op 2 na de grootste. En dan 2 kleiner dan dat. Dus dan zit er 1 maat tussen. En dan die, zodat je wel een wat dikker framepje krijgt. Dus dat. Nou, 14 keer 10, 13,5 keer 9,5. En dan het frame van ongeveer 11 keer 7,6. Nou, dan heb ik een stukje acetaat. Of window sheet, zoals het bij Stampin' Up! Heet. Van 10,7 keer 7,3. Dat is groot genoeg, zeg maar, om hier achter te kunnen. En hij is niet heel veel kleiner. Hij is net zo een randje kleiner. Ik zal het eventjes kijken of ik dat wat dichterbij. Want dat vind ik het makkelijk, zodat je hem gewoon goed kan lijmen. En ik heb hem gelijmd. Of nou ja, gelijmd. Ik zal hem nog 1 keer laten zien. 10,7 keer 7,3 window sheet. Ik heb hem niet gelijmd. Ik zal dit er gelijk even achter plakken. Want ik heb dit gewoon met 4 glue-dotjes. Helemaal in het hoekje. 1. Dan echt zo dicht mogelijk tegen de rand aan. 2. Ik ben wel een beetje van het gemak. Van het snelle, van het makkelijke. Want dit is ook... Ja, weet je ziet het niet meer terug. Dus waarom zou je moeilijk gaan doen? Zo, 4. 4 glue-dotjes. En dan doe ik gewoon eventjes met een beetje Tombow. Zet ik zo even hier en daar een streepje rondom. Nou ja, je hebt gezien hoeveel ruimte er overblijft aan als dat stukje window sheet erachter zit. Dus als je daar niet voorbij komt met je lijm, zit je altijd goed. Dus dan is het, zoiets. Ja, hij gaat hier een beetje scheef. Nou is dat eigenlijk ook helemaal niet zo erg. Want zolang hij er maar niet voorbij komt, zolang je het maar niet terugziet, dan is dat niet erg. Nou, ik ben altijd van het eventjes aandrukken met het vouwbeen. Zodat je zeker weet, dat het goed vast zit. Let er wel op met vloeibare lijm dat je dat er niet onderdoor drukt. Dat je het dus aan de voorkant te zien krijgt. Ja, je ziet op het moment dat je het aandrukt, ja, dan dat het ook echt wat doet en dat het dan vast komt te zitten. Nou, dat is dus ons raampje. We moeten het raampje misschien soms ook even wassen. Daar blijft alles aan zitten. Nou, en dan heb ik dus die leuke happy stansen. En ik heb hiervoor het met een stukje Whisper White. Daar heb ik ja, eigenlijk een dimensional. We hebben tegenwoordig van die solide velletjes met dimensionals. Waar dus geen patroontjes in gestanst zijn. Maar wat je dus gewoon ja, achter een stukje kaartkarton kan plakken. En dan kun je het gaan stansen. Dus dat heb ik gedaan. Hier een gewone happy. Ik heb alle dingetjes die we niet nodig hebben, die heb ik er al uit zitten pielen. Want dat is alleen maar irritant als dat blijft zitten. Dus die kun je het beste eerst even eruit halen. En die ga ik hier opplakken. Nou, dan is het eerst al wel eventjes een dingetje. Ik vind het het makkelijkst om de eerste even helemaal zo uit te halen. Dus als je hem gelijk van het achterkantje afhaalt, dan krijg je hem zo lang gerekt en een beetje uit fatsoen. Nou, hier zitten dus de achterkantjes nog wel bij aan. Dat is niet erg. Kijk. Dan gaat dit, als het goed is, zo in één keer. Pel je dat eraf. Kijk, dan hebben we zo de happy. En die plakt aan de gehele achterkant. Nou, dan is het nu dus, ik hoop niet dat mijn hoofd in beeld komt. Maar een kwestie van dit netjes uitlijnen. En als je hem goed vast hebt, dan gaat dat eigenlijk best soepel. Als je hem op de manier zeg maar losmaakt zoals ik dat net gedaan heb, dan is die redelijk ja, in fatsoen gebleven zeg maar. En dan plak je dat zo op. Dan zie ik dat hier nog in het Basic Black een stukje achtergebleven is van, wat er eigenlijk uit had gemoeten met stansen. Kijk. Dat komt er nu ook uit. Nou kijk, dan heb je hier zo dus een happy. Helemaal leuk. En dan heb ik me weer slecht voorbereid. Want ik zal dit even vast op elkaar plakken terwijl ik praat. Ik heb hier twee varianten van gemaakt van deze kaart. Ik heb er eentje, die sterren gebruikt van het Whimsy and Wonder. Die mooie... Ja, wat waren dat? Een beetje van dat glimmerpapier van die sterren, van die ijssterren. En ik heb er eentje gebruikt, dat was dan zonder zo'n ijsster. Maar daar heb ik er een shakerkaart van gemaakt. En ja, ik wou het jullie nu gewoon allebei even laten zien. Want het kan ook allebei op één. Want dan gaan we, hier hebben we foam adhesive strips, zo heten ze. En nou ja, wat ik dan doe, ik leg deze gewoon eventjes hier zo langs. Ik wil hem van nou, hier tot aan hier. Dus dan knip ik, ja, ik heb er twee nodig. Dus dan knip ik 1, 2, knip ik er dan door. Nou, dan heb ik twee van die strips. Ik weet niet of jullie konden zien wat ik net deed, want volgens mij was het helemaal van de camera af. Kijk, 1 en 2. Je plakt ze zo op dat ze niet voorbij je ruitje komen. Nou, en dan is het, even kijken, ik heb hier nog allemaal kleine stukjes. Nou, die zijn te klein. Even kijken of dit past. Kijk, hier heb ik ook nog een stukje. Het zijn er toevallig 3. Nou, ik denk dat als ik hem tot hier knip, dat dat goed moet gaan. Dat doen we dan 2 keer. 1, 2. Net als zo net. Nou, en die plakken we dan hier tussen. En hij moet wel zeg maar zo dat er geen dingetjes die je erin doet, die er langs kunnen komen. Nou, deze heb ik eigenlijk wel heel goed op maat geknipt. Want hij past er perfect tussen. Kijk, zoals je ziet. Nou, en dan is het framepje. Ik vind het leuk om het framepje een klein beetje schuin op te plakken. Dus zo een beetje... voordat ik dat ga doen, ga ik eerst dit op de kaartbasis plakken. Want dit is gewoon plat en dan kun je het nog eventjes mooi aandrukken. Dus deze die gaat op de basis. Nou maakt het nu nog niet uit wat boven of onder is. Stel dat je hem voor je gevoel ondersteboven plakt. Nou ja, dan is dat nog niet heel erg. Zo. Nou, en dan moet ik nu even gaan rommelen in mijn kastjes. Want ik ben natuurlijk helemaal vergeten om sequins te pakken die in de shaker gaan. Die heb ik hier wel ergens liggen als het goed is. Alleen is bij mij altijd de vraag waar dan precies. Want het is hier georganiseerde chaos. Zoals bij jullie wellicht ook wel bekend voorkomt. Ik heb wel inmiddels de sterren gevonden. Dat zijn deze. Die komen jullie denk ik wel bekend voor. Van, ja, zoals ik al zei, de Whimsy and Wonder set. Je zal nooit geloven waar ik dit gevonden heb. Namelijk op het kastje waar mijn ponzen staan. Super logische plek. Not. Nou, wat gaan we nou doen? We gaan eventjes het sterretje uit de verpakking toveren. Een soort van een beetje voorzichtig. Het moet wel heel blijven. Zo. Terug in de verpakking. En dan hebben we wat Subtle Simmer Sequins. Deze is van, ik weet zo even niet meer hoe die suite heet. Iets met Cabin in the Woods. In ieder geval uit de wintercatalogus, herfst-wintercatalogus. Was ja, die zwart en wit designer series paper. Prachtig set ook hoor. Ja, daar zaten deze bij. Dus dan doe ik zo een beetje op de kaart. Dat vind ik het makkelijkst. En dan haal ik hier de achterkantjes af. 1, 2, 3 en 4. Ik weet niet of jullie die muziek kunnen horen. Er is hier iemand die heeft heel hard de muziek aan. Zo hard dat ik dat hier dus kan horen. Goed, dan zo een beetje schuin. Zoiets. Yes. Nou, dan is het deze Happy. Die heb ik gewoon met lijm erbovenop geplakt. En dan ben ik natuurlijk weer heel slecht voorbereid. Want ik had uit, met de stempelset had ik een tekstje geëmbost. Namelijk Christmas. In wit embossingpoeder. En die had ik hier dan nog onder geplakt. De tekst die plak ik wel recht. Goed aandrukken. Kijk, en dan was dit dus. Dan is dit dus die shakerkaart. Die ik naar sommige mensen heb opgestuurd. En dan had ik hier dus nog op basic black wit geëmbossed Christmas. Happy Christmas. En er waren mensen die kregen de kaart zonder die schuddingetjes. En die kregen hem dan zo met een ster hier. Maar goed, het kan allebei. En ik vind het allebei ook eigenlijk wel super leuk. Dus deze ga ik hier gewoon ook nog aan toevoegen. Hier op de achterkant past eigenlijk precies een grote dimensional. Die heb ik hier zo niet liggen. Die heb ik tijdens mijn vorige filmpje opgemaakt en niet aangevuld. Dus zo. Kijk, deze die plakken we hier gewoon zo in het hoekje. Nou, en dit was dus ja, een van mijn kerstkaarten. Deze heb ik ook nog gemaakt voor ja, een beetje de last minute kaarten. Die van mensen van wie ik een kaartje kreeg die ik eigenlijk niet had verwacht. Oh, die moet ik ook even een kaartje terugsturen. Dus die. En ja, zoals ik al zei, ik heb ook de laatste 4 mensen die wel op mijn lijstje stonden. Ja, die heb ik ook zo'n kaart gestuurd. Deze kaart heb ik gestuurd naar de iets specialere mensen. Dat klinkt zo raar, maar van mensen van wie ik of ook altijd een hele mooie kaart krijg. Of nou ja, mensen die, nou jullie hebben het filmpje gezien met de kaarten die ik aan mijn familie heb gegeven. Nou ja, een beetje zeg maar het cirkeltje wat daar dan na komt. Ja, die kregen een kaartje zoals dit. Mensen die ook zelf mij een zelfgemaakte kaart sturen. En geen andere kaart in die trant hebben gehad. Dus ik was bijvoorbeeld ook heel erg fan van het kaartje wat ik had gecased uit catalogus. Die met dat groene en die... ja, nou ja, maakt ook niet uit. Maar goed, dit is dus nog een verlaat kerstkaartje. Superleuk. Maar deze kun je ook heel goed maken als, ja, als niet kerstkaart. Hè? Dan doe je geen kerstachtergrondje, maar een andere. Maar zo'n shakerkaart kan natuurlijk altijd met zo'n framepje. En ja, dus dat. En ik vond hem zo leuk, ik wilde hem jullie niet onthouden. Dus bij deze zelfs nog een kerstkaart. Vond je het, ondanks dat het al januari is, een leuk projectje? Geef mij alsjeblieft een duimpje omhoog. Dan weet ik dat, dat wat ik doe, dat dat gewaardeerd wordt. En geeft mij de energie om hiermee door te blijven gaan. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en ik hoop tot de volgende keer. Doei doei!